Wat betekent dit eigenlijk voor de Sassepoort en Zwolle? Nou, dit betekent heel veel, want er wordt nu gepuzzeld buiten Zwolle en binnen Zwolle. Maar met een fantastisch mooi monument, wat wij dus ook buiten Zwolle nu kunnen brengen. Dus ik ben wel trots om in het rijtje te staan van Amsterdam, Utrecht en nu ook Zwolle. Dus dat we de derde stad zijn met een monument in 3D-puzzel. Geweldig. En wat gaat wat voor een effect zal dit hebben op de Zwolse bevolking? Nou, ik denk dat het goed is voor de Zwolse bevolking. Want zo is de herkenbaarheid van het Zwolse erfgoed natuurlijk goed vertegenwoordigd met de Sassepoort. En het is altijd fijn om wel iets van je eigen stad, identiteit in zo'n mooie puzzel te hebben. Dus ik vind het wel een bijzonder moment dat zo gebeurd is. En wat wil u nog aan alle Zwollenaar kwijt? Nou, ik vind eigenlijk wel dat elke Zwollenaar zo'n puzzel zou moeten kopen. En misschien, ik vind hem ook heel erg leuk om voor de stad als cadeautje, zeg maar. Dus als je iets weg kan geven van Zwolle, dat het dan zo'n 3D-puzzel zou zijn. Dat vind ik, dat ga ik zeker voorleggen bij ons binnen het college. Het tweede monument in Zwolle. We hebben natuurlijk de Peperbus en nu als tweede de Sassepoort. Ja, dat klopt. En dit is wel, de Sassepoort is ook wel een mooie uitdaging, vind ik, als puzzel. Het is wel met veel die dakopbouw en al de torentjes is dat wel juist heel iets leuks om te puzzelen. Dus er zit wel meer uitdaging in.